We staan hier op de zolder van het voorgebouw. En dit was Duits territorium. Hier mochten geen gijzelaars komen. Maar twee gijzelaars hadden toch de mogelijkheid ontdekt om hier op zolder een plekje te bemachtigen. Karel van Veen, de schilder, en Simon Versdijk, de schrijver. Het is vrijwel zeker dat Karel van Veen hier zijn ruimte had, want op een aantal schilderijen vinden we ook deze achtergrond. Ruim 80 medegijzelaars heeft hij in de tijd geschilderd. Ik heb hier bijvoorbeeld een afbeelding van Jan de Kwaai, een van de naoorlogse minister-presidenten. Piet Sanders, de rechterhand van Schermhorn, de eerste naoorlogse minister-president. En ze zijn waarschijnlijk hier op deze plaats waar we nu staan geschilderd. En dat deed hij op kleine schilderijtjes, zodanig groot dat ze in het waskistje pasten en op die manier naar huis gestuurd konden worden. Misschien wel gesmokkeld konden worden. De betekenis van zo'n schilderijtje die is natuurlijk niet te onderschatten. Je had in ieder geval een redelijk tastbaar bewijs uit het kamp. Dit is een schildering, een schilderij, een portret van mijn echtgenoot die opgesloten zit in het gijzelaarskamp Beekvliet. En ik heb iets hier in huis wat me aan hem, wat ons als gezin aan hem doet denken.